Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik deze pagina heb gemaakt voor in mijn steampunk journal. Het is een los onderdeel geweest die ik gemaakt heb op canvas. En vervolgens toen die helemaal klaar was, heb ik hem verlijmd in mijn junk journal. En ik ga jullie stap voor stap meenemen hoe ik deze pagina heb gemaakt. Het is dus mixed media stijl en steampunk. Nou, twee van mijn favoriete technieken om toe te passen. Ik vind steampunk geweldig en mixed media met de handen in de verf en in de inkt. Ik vind het geweldig. Ik hou ervan. Ik neem jullie gewoon gezellig mee in deze. Ik heb hem al verlijmd in mijn journal. Dit is mijn steampunk journal. Dit is een digikit. Die heb ik in mijn Etsy store staan. En die kun je daar kopen. En er zitten heel veel onderdelen bij die je kunt gebruiken om zo'n mooie journal te maken. Maar natuurlijk kun jij ook eigen pagina's gaan toevoegen. En dat ga ik dus in deze video laten zien. Ik zou zeggen veel kijkplezier. En heb je vragen, stel ze mij gewoon. Hoe begin ik zo'n pagina nu eigenlijk? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb een heel klein ideetje in mijn hoofd. Ik leg van allerlei materialen om me heen. En dan moet je denken aan materialen waar ik kleur mee aan kan brengen. Materialen zoals deze, de Foundry Wax, waar ik glans mee aan kan brengen. Natuurlijk kleurpoeders van de Nouveau. Ik heb een instant filler bij me neergelegd. Die kun je gebruiken als structuurpasta. Die heb ik bij me neergelegd. Ik heb heel veel van die leuke metalen vormen bij me neergelegd. Die wil ik gaan gebruiken. Ik heb nog Dilutions washi tape bij me neergelegd. Ik vind deze ook weer passen. Zowel in het wit als in het zwart. Ik weet nog niet of ik het ga gebruiken. En wat ik dan precies ga gebruiken. Maar ik leg het in ieder geval allemaal bij mij neer. Dit zijn hele oude dingetjes. Die kon je ooit kopen bij de Action. Helaas niet meer. Maar ik heb nog heel veel op voorraad. Ik heb toen flink gehamsterd. Ik had zoiets van, nou, dit kon nog wel eens zo eruit zijn. En laat ik maar eventjes flink wat van inslaan. Dan weet ik in ieder geval dat ik wat heb. Ik weet nog niet wat ik ga gebruiken. Ik weet niet of ik het ga gebruiken. Maar ik leg het in ieder geval bij mij neer. Natuurlijk, ik heb wat stempels. Ik heb zo'n fotootje van Tim Holtz. Deze wil ik ook gaan gebruiken. Dat denk ik, die wil zeker. Ik heb wat mastencils bij me neergelegd. Die ik ook weer vind passen bij het thema. En ik heb dat in ieder geval bij mij in de buurt liggen. Mocht ik het dus willen gaan gebruiken, dan kan ik het ook gaan gebruiken. En natuurlijk heb ik mijn stukje canvas wat ik ga gebruiken. En dit is gewoon canvas. Die kun je kopen in blokken bij de Action. En ik heb dit op maat gesneden. En ik heb dit op 12,5 bij 19 centimeter uit mijn hoofd gesneden. Zodat ik later, als ik dit canvas klaar heb, dat het droog is, weer helemaal recht is getrokken. Dan kan ik het gaan verlijmen in mijn steampunk junk journal. Ik heb hem hier liggen. Dit is gewoon een hele simpele basis journal. Deze digikit kun je kopen op mijn Etsy store. In mijn Etsy store moet ik eigenlijk zeggen. Daar zit allemaal designpapier in. Daar zitten leuke embellishments bij. Er is nog een extra set met een leuke envelop die je kunt gebruiken. Genoeg materiaal om een hele leuke journal van te maken. En natuurlijk blijven er altijd pagina's over waar je zelf nog leuke dingen in kunt gaan maken. En dat ga ik dus, dat ga ik dus doen. Dus ik begin gewoon met een stukje canvas. En dat ga ik rustig opbouwen. En eigenlijk, ik weet niet, misschien hebben jullie wel eens een workshop mixed media van mij gedaan. Dan weet je een beetje hoe de opbouw is. Je weet wat mixed media is. Ik ga wel even een linkje plaatsen rechterboven. Daar vind je nog een info
video over die workshop. Die is nog steeds te volgen, dus ben jij nieuw? Wil jij die workshop Mixed Media gaan volgen? Die kun je volgen op een speciale groep op Facebook. Maar je kunt hem ook hier op YouTube gaan kijken en je kunt het gewoon onbeperkt gaan kijken. Dus een basisworkshop Mixed Media, die heb ik ontwikkeld, die kun je gaan kijken. Ik ga hier gewoon op een snelle manier doorheen vandaag, zodat het niet een al te lange video wordt. Ik ga eerst wat structuur aanbrengen en dat ga ik doen met de Instant Filler. En ik ga daar wat mastencils voor gebruiken. En ik zit even te kijken, ik ga deze cijfertjes pakken, die vind ik wel mooi. Ik ga even mijn spateltje pakken. Dit is een Nuvoo spateltje. Siliconen. Lekker gemakkelijk om mee te werken. Maar heb jij gewoon zo'n paletmesje, een plastic paletmesje, een ijzeren paletmesje. Is ook allemaal prima. Nou, de instant vuller. Ik had hem nog over. Van de verbouwing nog van onze zolder kun je nagaan. Zolang blijft dat goed. Mits je dat deksel er maar goed op doet. Nou, even het stencil recht leggen. En ik wil wat structuur gaan aanbrengen door dat stencil heen. Nou, er zit nog wat kleur op dit maststencil. Helemaal niet erg. Meestal zorg ik er wel voor dat het gelijk goed schoon is. Je haalt het stencil er voorzichtig af. Ik ga hier ook nog een klein beetje aanbrengen. Dat ik het wat op verschillende plekjes krijg. En je ziet, het is echt niet netjes en dat hoeft ook niet. Ik wil hier nog wat in dit hoekje. Nou, wat ik over heb, stop ik terug in de pot. Nu is het zaak dat jij zo snel mogelijk jouw stencil schoonmaakt. Maak je dat niet gelijk schoon, dan droogt het op en dan kun je eigenlijk het maststencil kun je gewoon weggooien. Ik ga er even voorzichtig met mijn vinger een beetje langs, zodat die randjes wat vrijkomen. Nou, ik ga dit drogen, ik ga mijn materialen schoonmaken en dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, als alles droog is, dan wil ik het verder op kleur gaan werken. En dat ga ik doen met de kleurpoeders. Ik heb de Nuvoo shimmerpoeders er weer bij gepakt. Ik vind dat toch wel ontzettend mooi om te zien. Je doet wat van die poeder op je papier. Vervolgens ga je het nat sprayen met een sprayflesje met wat water. En dan zie je gewoon een kleurexplosie ontstaan. En ik gebruik de kleuren Stormcloud. Meteoriet Shower gebruik ik. En ik heb nog, om toch nog wat extra kleur erbij te krijgen, een Blue Blitz gebruiken. Ik denk dat ik hier ook straks nog een klein beetje van ga gebruiken om wat extra kleur te krijgen. Daar zit van allerlei kleurtjes in, maar is toch wel meer een deel zwart. En hier zit eigenlijk van allerlei zwarte kleuren in. Er zit een klein beetje zilver bij in. En deze twee kleuren kun je mooi combineren. Zeker als jij iets in steampunk thema wil gaan doen. Dus ik ga gewoon wat van die kleurpoeder aanbrengen. Ik strooi het eruit. Niet te hard. Knijp zeker niet heel hard in dat flesje. En je hoeft echt niet zoveel van die poeder te gebruiken. Ik schud deze even een beetje, zodat de kleuren een beetje door elkaar komen. Ze hebben er al heel lang gestaan, dus ik heb geen idee hoe de kleuren zijn. Dus dan schud ik ze gewoon een klein beetje, dan zit het wel weer door elkaar. Nou, dit blijft eigenlijk onbeperkt goed. Je kunt daar heel lang mee doen. En nu zie je die kleuren dus ontstaan. En wat doe je nu? Je gaat een beetje heen en weer. Je laat die kleuren wat lopen. Dit is niet permanent, dus dit blijft reageren op water. Dat is even iets wat jij in je gedachten moet houden. Nou, je ziet die meteoriet shower, er zit paars in, er zit blauw in. Dus dan krijg je gelijk al een beetje meer kleur. Nou, omdat ik toch nog wat meer van het blauwe wil, ga ik gewoon her en der nog wat van het blauwe doen. En dan ga ik het weer wat nat sprayen. En op deze manier ga ik dus spelen met die kleuren, net zolang tot ik tevreden ben.
Ik ga tussentijds ook even drogen. Nou, je ziet, die canvas die wordt wel heel slap. Maar straks als alles droog is, dan is het wel weer een mooi stevig geheel. Ik ga dit even drogen. Ik ga hier even mee spelen. En vervolgens ga ik straks, als het allemaal droog is, ik ben redelijk tevreden over de kleur. Dan ga ik nog wat extra kleur aanbrengen met de klosspray van Dina Weekly. Maar die ga ik niet sprayen. Ik ga dat tuitje gebruiken en ik ga wat druppeltjes aanbrengen. Die klosspray, dat is wel permanent als het droog is. Maar die shimmerpoeders, die blijven dus reageren op water. Dat is wel even iets wat je in gedachten moet houden. Ik ga het even drogen. Ik ga er nog lekker mee aan het spelen. Als ik tevreden ben, kom ik weer bij jullie terug. Nou, ik ben nog niet helemaal tevreden over de kleur. Wat heb ik nu gedaan? Ik heb die poeders gebruikt. Ik heb een beetje van die klosspray gebruikt. Daar heb ik spettertjes mee gemaakt. Ik heb daar één keer kort overheen gespreid met mijn water. Zodat er allemaal kleine sterretjes ontstonden. Maar ik wil nog wat van het bruine terug laten komen. Wat ook in het papier zit waar het opkomt. Dus ik heb mijn Distress Oxide, de walnut steen erbij gepakt. Mijn blending brush en ik ga gewoon wat inkt aanbrengen op plekjes waar ik denk van nou daar wil ik toch nog wat andere kleur erbij hebben. En heb jij nu niet de walnutsteen maar wel een andere bruine kleur, kan natuurlijk ook hè. Ga gewoon kijken van wat heb jij, wat kun jij gebruiken en misschien heb jij wel een memento inkt. In een bruine kleur. Ook dat kun je natuurlijk prima gebruiken. Maar ik wil wat van die bruine accenten terug laten komen. Nou, het lijkt nu al heel anders en ik vind het al veel beter passen bij de pagina waar het uiteindelijk opkomt. Nou, de achtergrond die ga ik nog even verder afmaken. En daar ga ik een Foundry Wax voor gebruiken. Foundry Wax, dat is een goedje wat je heel goed moet schudden. Dat breng je even op je werkvlak en met je vinger kun je heel eenvoudig eventjes wat gaan mengen. Wacht niet te lang. Het is vloeibaar als je het eerst opbrengt en uiteindelijk wordt het een poeder. En als jij een poeder hebt, dan kun je het al heel slecht verwerken. Dus werk in kleine beetjes. Doe er elke keer iets bij. Zorg er wel voor dat jouw heat tool, want je moet dit straks gaan verhitten om dit vast te zetten. Anders veeg je het er straks zo weer af. Zorg ervoor dat je die flesjes uit de buurt hebt als jij gaat verhitten met jouw heat tool. Dus ga jij het drogen, ga jij het verhitten, wat je straks gewoon moet. Zorg er dan voor dat jij die flesjes uit de buurt hebt. Nou, ik zit even te twijfelen welke ga ik gebruiken. Ik ga de Minet gebruiken. Nou, je hoort, als jij het schudt, dan zitten er van die balletjes erin. En die zorgen ervoor dat het goedje wat hierin zit goed gemengd wordt. En je moet dit echt even heel goed schudden voordat jij dit kunt gebruiken. Ik bewaar ze liggend. Dan zit dat poeder wat erin zit, wat gemengd moet worden, dat zit dan onderin. En dan meng je het gewoon wat sneller. Dus ik bewaar ze nooit rechtop staand. Ik laat ze altijd liggen. En dus uit de buurt van mijn heat tool. Nou, als ik goed geschud heb, ga ik een klein beetje van dat goedje aanbrengen. Nou, je ziet, het is vloeibaar als je het opbrengt. En vervolgens ga je met je vinger en ik ga hier heel zachtjes overheen. Dan breng ik dus wat van die Foundry Wax aan. En dit is eigenlijk alweer extra kleur wat je aanbrengt. Ik vind het ook helemaal niet erg dat het niet alleen die letters pakt, of die cijfers pakt, maar dat het ook op het canvas komt. Dat mag voor mij best. Het geeft in ieder geval wat extra kleur straks en wat extra glans. Want als je dit gaat verhitten, dan ontstaat dus dat glimmende wakslaagje eigenlijk.
Nou, ik heb het aangebracht. Je vinger maak je eenvoudig schoon met een babydoekje. Je werkvlak maak je eenvoudig schoon met een babydoekje. Blijft er nog iets kleur aan zitten, dan kun je wat alcohol pakken. Even op een velletje keukenpapier en je maakt gewoon alles schoon. Nou, dit moet je echt gaan zetten met een heat tool. En als je dat doet, dan gaat het er ook niet meer af. Ga je het niet verhitten, ga je het niet zetten, dan veeg je het er straks zo weer af. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus ik ga dit verhitten, ik ga dit zetten, laten smelten en dan kom ik weer bij jullie terug. Nou, ik heb even wat spulletjes extra erbij gepakt. Ik heb mijn blikje erbij gepakt. Mijn steampunk blikje. Die heb ik gekocht bij de kringloop. Ik heb er allerlei onderdeeltjes in zitten die ook in mijn digikit zitten. Die wil ik gaan toepassen, zodat het straks allemaal mooi bij elkaar past. Ik heb zo'n envelopje eruit gehaald. Die zit ook in die digikit. En die wil ik erop gaan lijmen. Ik heb hier nog een tag die zit in die aanvullende kit. Die komt er straks in. Die heb ik verstevigd met boekpapier. En ik heb er al laten zien in een video hoe ik dat doe. Nou, de randjes heb ik even wat mooi afgewerkt. En dus deze gaat er straks in. Deze die komt er bovenop. Ik heb nog wat onderdeeltjes die ik erop wil gaan doen. Ik heb een tekst erbij geplakt. Sommige gedeeltes ga ik met mijn Nuvo lijm vastlijmen. Maar ik heb ook mijn hete lijmpistool erbij gepakt. Deze metalen deeltjes die ga ik toch echt wel vastzetten met hete lijm. En dat zit snel vast en blijft dan ook wel goed vastzitten. Zeker deze pagina is verder klaar. Ik hoef daar verder niets meer aan te doen. Nou, ik ga eerst deze envelop vastlijmen. Ik ga hem deze keer helemaal vastlijmen. Je zou hem ook nog aan twee kanten vast kunnen gaan lijmen. Zodat je een soort van pocket krijgt. Nou, ga ik in dit geval niet doen. Nou, ik druk het even stevig aan. De Nuvo-lijm kun jij best papier mee op canvas lijmen. Dat blijft echt wel zitten. Ik heb ook van die blauwe Tombow en werk ik echt met stoffen. Dus ik ben bezig met een stoffenjournal. Dan gebruik ik wel die blauwe Tombow. Dat blijft dan net iets beter zitten. Maar voor dit kan ik ook prima mijn Nuvo-lijm gebruiken. Nou, ik ga even kijken, even een beetje uitleggen hoe ik dit allemaal wil. Deze komt hier aan de zijkant. Deze schuif ik er een beetje onder. Deze komen op deze manier. Dus nu ga je kijken, je gaat het een beetje uitleggen hoe wil je het straks gaan doen. Ik wil deze er een beetje onder, dus dan moet ik deze eerst vast gaan lijmen. Dat is dan de juiste volgorde om te werken. Dus je denkt dan even na, wat moet eronder komen? Wat komt er overheen? Dus deze komt eronder. Dus ik lijm deze vast. Nou, deze doe ik echt met mijn hete lijmpistool. Ik heb hem al voorverwarmd. De draadjes knip je eenvoudig weg straks, mochten er nog draadjes ontstaan. Maar het mooie is dat je nog even kunt schuiven, maar het zit vrij snel vast en dat is ook echt de bedoeling. Nou, ik ga hier ook wat van die lijm op doen, kleine dotjes. Ja, dit zijn van die open wieltjes. Die kun je vaak wel kopen bij scrapbookwinkels. Ik heb deze ooit gekocht op de Art Specialty. En vaak als jij beurzen hebt, daar staan wel winkels die bakken hebben met allemaal van dit soort ornamentjes. En ik heb hier echt van alles van. Ik heb vlindertjes, ik heb allerlei onderdeeltjes wel. Nou, dit blijft echt wel vastzitten. Nou, die tag die schuif ik hier alvast in. Dus die komt daarin. Nou, dan pak ik mijn lijmpistool maar even. Is wel net zo gemakkelijk.
mijn tekst erop. Nou, en eigenlijk is dan de pagina al klaar. En ik laat hem nog even goed drogen. Vervolgens ga ik hem met lijm, denk ik, vastzetten in mijn journal. En dan heb ik dus een losse pagina gemaakt die ik later ga toevoegen aan mijn steampunk journal. Ik zal hem er nog even bij pakken. En op die manier kun jij dus ook leuke pagina's gaan maken. Mixed media stijl en toepassen in jouw junk journal. Dus op die manier kun jij ja, twee vliegen in één klap slaan. Ik vind steampunk geweldig. Ik vind mixed media geweldig. En op die manier kun je dus toe gaan passen in jouw junk journal. Nou, heb je nog vragen? Beantwoord ik ze gewoon. Zet ze er even in. Wil je mij persoonlijk vragen stellen? Dat kan ook altijd via Messenger, via de e-mail. info@patriciasweers.nl kun je me altijd mailen. En ja, dan beantwoord ik jouw vraag. Nou ja, dan zie ik je terug bij een volgende video, wat het dan eigenlijk ook is. Alles kun je vinden in de omschrijving van de video. Ga ik allemaal wel linkjes plaatsen. Ook naar mijn Etsy store, waar jij dus die digikit kunt vinden, waar je deze leuke steampunk journal van kunt maken. Al die extraatjes wat ik hier heb gebruikt, dat zit er ook bij. Die tag, dat mini envelopje. Deze is van Tim Holtz. Dat zat in een setje van Tim Holtz. Ik ga wel even linkjes plaatsen waar ik kan, waar je het allemaal kunt vinden. En ja, dan zie ik jullie terug bij je volgende video. Dankjewel voor het kijken en graag tot snel. Doeg!